Waarom groeien planten beter in de stad? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dank u wel. Een eerste belangrijke vraag. Waarom interesseren we ons eigenlijk in natuur in de stad? Het antwoord daarop is eigenlijk heel duidelijk op deze kaart die u hier kunt zien. Die geeft de stedelijke bevolking op onze wereld weer over de laatste decennia. En je ziet dat die de laatste decennia meer en meer is gaan toenemen. En vooral nu, de laatste jaren, worden die rode bollen groter en groter. Onze wereldbevolking neemt toe, nog altijd. En al die mensen die hebben natuurlijk plaats nodig. Die willen ergens wonen, die willen ergens leven, die willen ergens werken. En onze steden gaan dus steeds belangrijker worden. Dat gaat dan natuurlijk ten koste van onze natuur. We hebben maar één planeet en er is maar plaats voor zoveel dingen. En toch zien we in die steden, die nu steeds groter en groter worden, nog altijd veel natuur. En met natuur bedoel ik dan niet enkel die paar eenzame eendjes in de vijver in het stadspark, maar er is nog van alle andere biodiversiteit aan soorten in onze steden te vinden. Loop maar eens in gedachten met mij mee door Brussel bijvoorbeeld of door Antwerpen. Als je daar door de stad loopt, om je heen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld heel wat planten, onkruid heet dat dan, tussen de straatstenen groeien. Of hier en daar heb je dan braakliggende stukken land waar dat struiken en bomen gaan opschieten. Een heleboel soorten, een heleboel variatie aan diversiteit die we eigenlijk vaak over het hoofd zien. En wat wij ook zien, en dat is eigenlijk heel interessant in ons onderzoek, dat een heleboel van die soorten die we in de stad vinden het daar eigenlijk beter doen dan buiten de stad. En dan stel ik mij natuurlijk de vraag, waarom is dat zo? En een eerste belangrijk punt daarbij is dat de stad een heel andere leefomgeving is dan de natuur buiten de stad. Dat moet ik u natuurlijk niet vertellen. Een stad ziet er totaal anders uit dan de natuur buiten de stad. Maar voor de planten en de dieren die daar leven, is dat natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld het klimaat in de stad. Het klimaat in de stad gaat helemaal anders zijn dan wat we buiten de stad zien. En dat zie je bijvoorbeeld ook op dit kaartje. Dat geeft de gemiddelde temperatuur aan in ons kleine Belgenlandje van bovenuit gezien. En je ziet daar direct een aantal rode vlekken verschijnen. En je zou die misschien wel kunnen herkennen als Antwerpen daarboven een lange rode vlek en in het midden Brussel een donkerrode vlek. Dat zijn plekken waar heel veel mensen bij elkaar wonen. En wat blijkt nu? Die donkerrode vlekken, dat zijn plekken waar het verschillende graden warmer is dan in de omgeving. En we zien dus dat de stad bijvoorbeeld met al dat beton en al dat asfalt dat de warmte gaat absorberen en in de winter ook met onze verwarmingsinstallaties, dat de stad dus verschillende graden gaat opwarmen in vergelijking met de omgeving. En voor planten die daar moeten leven, gaan die aantal graden verschil natuurlijk een heel groot verschil maken of ze daar kunnen overleven of niet. Het is niet alleen dat klimaat dat gaat veranderen in onze stad, ook een heleboel andere dingen gaan veranderen. Bijvoorbeeld de bodemcondities. Vooral voor planten is dat heel belangrijk, want in de bodem is het waar zij een groot deel van hun voedingsstoffen gaan vinden. En zo zie je in de stad bijvoorbeeld dat er vaak meer nutriënten in de bodem zitten, omdat bijvoorbeeld uit de uitlaatgassen van onze auto's dat daar stikstof uitkomt die zich dan in de bodem gaat vestigen. En dat gaat dus voor veel planten een groot verschil maken. Maar het is niet altijd gemakkelijker om voedingsstoffen te vinden. Soms die planten die daar tussen de straatstenen leven, bijvoorbeeld, die hebben heel weinig bodem. Die moeten juist extra moeite doen om voedingsstoffen te vinden. Dus we hebben dat klimaat dat anders is in de stad. We hebben die bodemcondities die anders zijn in de stad. Maar we hebben ook het hele uitzicht, de hele omgeving die anders is. In de stad hebben we vaak zogenaamde stedelijke canyons. En wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk, kan je de Grand Canyon voorstellen. Als je daar op de bodem zou staan, dan heb je naast je die twee steile muren helemaal naar boven en daarboven misschien nog net een klein vierkantje blauwe lucht en heel weinig licht, heel weinig plaats. En dat zien we ook in onze steden, waar we die hoge gebouwen gaan hebben, dicht bij elkaar. Als klein plantje dat daartussen groeit, voelt dat net als de Grand Canyon.
En daar gaan ze dus veel minder licht hebben om te groeien. Ze gaan daar heel andere wind hebben. Die gaat daar vaak door die canyons extra hard waaien. Al die omstandigheden gaan anders zijn. Dus, conclusie, de stad is inderdaad een heel andere leefomgeving voor planten en dieren. Dat klimaat, die bodem, het licht, de wind, alles gaat helemaal anders zijn. En dan stellen we ons natuurlijk de vraag, gaan we in die stad, die dus een heel andere leefomgeving is, gaan we daar ook andere soorten vinden? En dat blijkt dus zo te zijn, dat er een heel aantal andere soorten gaan leven in onze stad dan vlak daarbuiten. We noemen de stad ook wel een novel ecosystem, een nieuw ecosysteem. Dat is een ecosysteem dat in de geschiedenis van onze planeet nooit bestaan heeft. Nu helemaal nieuw ontstaan is en waar we dus die nieuwe omstandigheden hebben en dus blijkbaar ook andere soorten dan daar vlak naast. En wat voor soorten zijn dat dan? Het zijn in veel gevallen soorten die door de mens worden meegebracht. We noemen dat exoten. Exoten zijn soorten die van elders komen en bewust of onbewust door de mens worden meegebracht. Een voorbeeldje daarvan in onze steden is de hemelboom. Dan krijg je daar hier een fotootje van te zien. Dat is een boom die je misschien nog niet hebt gezien. Die valt niet echt heel erg op, maar die houdt heel erg van onze steden. Die is ingevoerd vanuit China, omdat die best wel mooi in de tuin staat, maar die heeft zich nu... Die is nu zo tevreden met het leven hier in onze steden dat hij zich op eigen initiatief overal begint uit te breiden. En waarom is die zo interessant? Omdat we die overal zo tussen de straatstenen, op die braakliggende stukken terrein, dat die zich daar spontaan gaat verspreiden. Het zijn natuurlijk niet alleen planten die zo worden geïntroduceerd. Dieren kunnen zo ook worden binnengebracht. Bijvoorbeeld de tijgermug, een Aziatische muggensoort die vaak ziektes met zich meebrengt. Die zien we bijvoorbeeld in autobandentransport meegebracht worden. En in de andere richting gebeurt dat ook. Soorten die van bij ons komen, die naar andere gebieden van de wereld geïntroduceerd worden. Dat zien wij ook in ons onderzoek. Bijvoorbeeld overal in de wereld waar we gaan kijken, zien we diezelfde West-Europese onkruidsoorten, zoals bijvoorbeeld de paardenbloem, de klaver, soorten die je hier overal in de stad, in de gazons ziet staan. Die soorten vinden we overal in de wereld in steden terug. En dat levert natuurlijk een verandering op van onze diversiteit. En we zien dat daarbij telkens een aantal winnaars zijn, een aantal soorten, dus in veel gevallen die exoten, die het heel goed gaan doen. Maar ook een heleboel soorten die het juist minder goed gaan doen. Vaak zijn dat dan die inheemse soorten die eigenlijk niet aangepast zijn aan die speciale omstandigheden. En dat levert een homogenisatie van onze natuur op. Wat bedoel ik daarmee? We zien dus overal in de wereld diezelfde paar soorten als winnaars uit de bus komen. Soorten die het dus overal in de wereld heel goed gaan doen, terwijl vaak de inheemse vegetatie, de inheemse soorten het juist veel minder goed gaan doen. En dat levert een verarming van onze natuur op. En welke soorten zijn dan juist die winnaars? Welke soorten zijn er nu zo goed aan leven in onze stad? Daar zijn een aantal belangrijke eigenschappen. Een eerste is dat je moet om kunnen gaan met die totaal andere, dat totaal andere leefomgeving in de stad. Dus dat extremere klimaat, die andere bodemcondities, daar moet je natuurlijk mee kunnen omgaan. Je moet met die extra hitte in de zomer kunnen omgaan. Je moet heel snel kunnen reageren ook op veranderingen. We gaan als mensen... Die stad die is voortdurend in beweging. Je krijgt nieuwbouw, je krijgt plekken die, die braak komen te liggen. En je moet daar als soort heel snel op kunnen reageren. Dus dat is een tweede eigenschap die heel belangrijk is als je het in de stad goed wilt doen. Een derde eigenschap is dat je ook heel snel moet kunnen verplaatsen en dat je in veel gevallen gebruik moet kunnen maken van de mens als vervoermiddel. Dus soorten die heel goed zijn in zich vasthaken, bijvoorbeeld aan onze kleren, dat de zaden zich goed kunnen vasthaken aan onze kleren, bijvoorbeeld. Soorten die gemakkelijk in de modder
getransporteerd worden. Dat zijn allemaal typisch plantensoorten die het heel goed gaan doen in onze steden. En dat zijn dus drie eigenschappen die we vaker zien bij exoten dan bij onze inheemse vegetatie. En daardoor krijgen we dus die nieuwe soorten in onze stad. De vraag die wij ons dan nog stellen is: hoe gaat onze stad er in de toekomst uitzien? Wat gaat de biodiversiteit van de toekomst in onze steden zijn? Want we weten dat alles nog steeds aan het veranderen is. Die wereldbevolking neemt nog altijd toe, dus die druk op het land neemt nog altijd toe. We hebben nog steeds meer en meer plaats nodig als mens. Maar daarnaast zien we ook dat het klimaat heel snel aan het veranderen is. Dus die twee factoren tezamen, die menselijke druk op het land en dat veranderende klimaat, gaat nog voor een dubbel zo grote druk zorgen op onze biodiversiteit. En gaat eigenlijk voor twee extra filters zorgen op welke soorten er in onze stad kunnen overleven en welke niet. En dan is natuurlijk de vraag of we daar iets aan kunnen doen. Of we onze biodiversiteit, die variatie aan soorten, op een of andere manier gaan kunnen bewaren. Neem het nu maar van mij aan dat die biodiversiteit voor onze samenleving heel belangrijk is en dat we die eigenlijk zoveel mogelijk moeten proberen te bewaren. Hoe kunnen we dat doen? Om door de natuur zoveel mogelijk plaats te geven. Dat is moeilijk. Wij hebben die ruimte als mens ook nodig. Maar als we verstandig omgaan met ons landgebruik, als we verstandige beslissingen nemen over waar we onze menselijke activiteit gaan concentreren en waar we meer ruimte laten voor de natuur en dus minder menselijke invloed, minder al die factoren van de leefomgeving gaan veranderen. Als we die balans kunnen vinden, gaan we veel meer voor onze biodiversiteit kunnen doen in en buiten de stad. Dus, doen planten het nu beter in de stad? Een aantal wel, een aantal soorten, en dat zijn dan heel vaak die soorten die van elders komen, die doen het inderdaad veel beter in de stad dan daarbuiten. Maar voor het grootste deel van de soorten is de stad eigenlijk een omgeving die veel te snel gaat veranderen om zich aan te kunnen aanpassen. Dank u wel.